Wat vind je van die hele wachtgeldrel rondom Frans Timmermans? Ja, ik heb hem meegekregen in de plenaire zaal. En ik hoop af... Ik weet dat dat inderdaad een raar moment ook was in het debat. Maar wat ik er ook van vind, is dat iedereen daar nu overheen valt. En ik zou soms wel willen dat we ons zo druk maken over de... Ja, bijvoorbeeld problemen in de gehandicaptenbeleid jeugdzorg. Ik denk dat als we ons daar allemaal zo druk om maken, was dat al lang. Snap ik, maar zo werkt het natuurlijk niet. Als je een socialistisch leider bent, ja, dan is het een beetje raar als je gewoon 150.000 euro voor niks doen krijgt. Dan zegt hij, ja, ik moet de huur betalen. Die man heeft jarenlang 300.000 euro in Brussel verdiend. Die kan echt wel de huur betalen over 2 maanden. Ja, dat is zijn afweging. Ja, ik kan dus niet in zijn portemonnee kijken. Nee, maar maak je je daar dan niet zorgen om op zo'n moment?